Welkom lieve kijkers, allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties. Ontzettend bedankt, vooral Jasmina wil ik in het bijzonder noemen, mevrouw Citrop Gielissen, dankjewel, super. Er zijn er sommigen die dat veelvuldig doen, echt enorm attent en ik vind het ontzettend lief dat jullie mijn readings zo enorm kunnen waarderen en dat jullie doneren. Dankjewel. Super lief. Maar ook natuurlijk alle mensen die vertrouwen in me hebben, die readingen aanvragen, coaching, begeleiding, Reiki, healing, persoonlijke readingen, mensen aan mij doorverwijzen. Dankjewel, super lief. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag, werk ook in het weekend. Dus dan ben je helemaal bij. Ik kreeg voor vandaag de Angel and Ancestors door met de Light Seers Tarot en de Power of Love. Dus we gaan eens even kijken wat voor mooie berichten we voor vandaag mogen doorkrijgen. Ik mag met de Power of Love beginnen. Even deze hier leggen. Zelfliefde en via mijn gidsenteam kreeg ik zelfvertrouwen door. Je realiseert dat liefde voor jezelf net zo belangrijk is als de liefde voor een ander. Zelfvertrouwen, zelfliefde, grenzen stellen. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, kan je ook niet goed voor anderen zorgen. Krijg ik heel duidelijk door. Mogen wij nog meer weten, spirits en guides? Oké, ik kreeg deze keer 6 door. Uitzonderlijk veel, maar goed. Ik volg altijd mijn intuïtie. We hebben hier het orakel. Binnenkort ga je belangrijke informatie krijgen. Het kan zijn dat je al intuïtief wat aanvoelt. En dat je probeert daarom al jezelf te gronden en balans te blijven met dat rode doek. Mediteren of anderszins te centeren, te gronden. Omdat je weet dat er iets staat te gebeuren. Maak plannen en focus je daarop. Droom en reis. Dus probeer je dromen te verwezenlijken, maar ook om je dromen vast te leggen. Zodat je weet van wat heb ik gedroomd en wat komt er op mijn pad. Want ik heb het idee dat jij voorspellende dromen krijgt over de toekomst. Ook zegt het jou wat over je zelfzekerheid met het vosje. Vertrouw op jouw talenten, ook in veranderlijke tijden. Hè, wat ik al zeg, van je voelt al dat er een verandering op komst is. Daar word je misschien wat ongedurig van. En vertrouw dus op jouw talenten, ook al zijn het wat hectische tijden. Onder plannen en focus krijg ik van ondanks de plannen en je focus behouden, moet je ook jezelf niet uit het oog verliezen.
Hè, take care of your needs. Dus je eigen grenzen stellen. Niet je grenzen voorbij gaan. En met de vuur guardian heb ik ignite your passions. Dus probeer je passies opnieuw vorm te geven. Volg die ook. En dat heeft alles ook met die dromen te maken. Dus als jij weet wat je droomt, als je dus een boekje naast je bed houdt en je noteert waar je dromen over gaan, de boodschappen, de personen die erin voorkomen, dan geeft dat jou vernieuwde inspiratie en passie om verder te gaan, om jouw dromen te verwezenlijken. Ik wil eigenlijk die belangrijke informatie en vertrouw je talenten in veranderlijke tijden, die wil ik eigenlijk wel zien. Of we daar nog wat meer over mogen weten, of te weten mogen komen. Mogen wij weten over wait for important information? Ik krijg het gevoel dat er ook heel veel, nogmaals, heel veel informatie middels de dromen naar voren komen. Vertrouw je talenten ook in veranderlijke tijden. Daarbij krijg ik wees flexibel. Oké, we gaan eens kijken. Op de kaart van wacht op belangrijke informatie. Het kan goed zijn dat je niet vertrouwt op wat je gevoel of wat je dromen je nu aangeven. Het kan goed zijn dat je vaak misleid bent in het verleden en dat je bang bent om van je dromen erop aan te kunnen. Ook voel je vaak energieën van anderen, waardoor je dus niet zeker weet of dat deze informatie en deze energie die je voelt, of dat de jouwe is of dat energie van een ander is. Dus wacht nog even jouw moment aan. Het kan goed zijn dat je de energie van een ander voelt en dat iemand op weg naar je is. Wees op dit moment erg waakzaam voor jouw intuïtie. We zitten tenslotte de nieuwe maan in Schorpioen. Dus dat is dat het goed kan, en dat is bij de meesten zo, dat je intuïtie verscherpt is. Dus ga daarvan op uit. Ga daarvan op aan, je kan daarvan uitgaan en leer daar heel veel van. Dus noteer zoveel mogelijk wat je voelt, wat je ziet. En dan kan je er altijd nog nakijken van wat zeg maar de signalen waren, tot dat wat je al aanvoelde komen, zeg maar. Zodat je hiervan kunt groeien, van kunt leren, dat je voortaan veel stabieler in die energie staat en dat er geen twijfel meer is en dat de situatie vanzelfsprekend wordt. Als we kijken naar vertrouw je talent in veranderlijke tijden. Ja, probeer je balans te behouden ondanks dat je het een en ander gespiegeld krijgt. Het kan goed zijn dat dat te maken heeft met iets pijnlijks of iets waar je veel angst voor hebt. Iets wat je geheeld hebt, maar wat misschien wel weer open wordt gehaald door een situatie of door informatie die jou bereikt of door een persoon. En probeer toch je balans terug te vinden, ondanks die verandering die eraan komt. Vertrouwen in jezelf, in het universum, het goddelijke te hebben.
dat alles weer op zijn pootjes terechtkomt. Ik heb het gevoel als je je focust op jezelf, als je plannen maakt en als je goed kijkt van wat jij nodig hebt, en dat kan zijn op momenten dat je rust nodig hebt, dat je rust pakt, dat op momenten dat jij getriggerd wordt en dat je je grenzen aan moet geven, dat je je grenzen aangeeft, dat je bijvoorbeeld aan afspraken houdt, dat soort zaken, ook uit zelfbescherming en zelfrespect, dan heb ik het gevoel dat het vervolgens dat je hier uitkomt. En dat, want ik krijg het gevoel dat dit meer de energie is als je hier uitraakt, dat je dan zeg maar duidelijk je pad ziet en ook dat er nieuwe zaken qua creativiteit, qua passie bij jou omhoog worden getrild. Mogen wij weten over het plannen maken, focussen? En voor jezelf zorgen. Ja. En dan dromen en jouw pad, jouw toekomst. En dan de passie en de creativiteit die weer terugkomt. Mooi. Als we kijken dus naar het focus en plannen maken. Als je je daarop focust, je aan je grenzen houdt, dan kom je uit die wounded healer modus. Hè. We hebben het tenslotte over zelfliefde. Dat mag groeien, dat ben je aan het helen. Het kan goed zijn dat je met een transformatie bezig bent. En als je uit die transformatie komt met die vernieuwde energie, dan ben je ook klaar om die stap voorwaarts te maken. Als we dan kijken naar dat je voor jezelf moet zorgen. Ja, je voelt je op dit moment wat minder. Verandering voel je. Je voelt dat de energie aan het veranderen is. Zorg goed voor jezelf, want je weet dat er betere tijden komen. Als we kijken naar de dromen en het pad waarop jij je nu bevindt. Het kan goed zijn dat je in een torenmoment zit of in een transformatiemoment. Dat voelde ik meer. Dat je bepaalde zaken aan het loslaten bent. Wat er niet meer toe dient. Wat heel erg zwaar aan jou woog. Dat is goed dat je dat aan het doen bent. Want dat brengt jou voorwaarts weer terug op je pad. En voorwaarts ook qua groei. Als we dan kijken vervolgens hier naar de passie die dan weer wordt aangewakkerd. Nou, die zelfliefde die gaat groeien. En daarbij hoort dan ook die heling. Want we hebben het tenslotte over die zelfliefde. Die noodzakelijk is voordat je iemand anders kan liefhebben. Dus dan is het balletje eigenlijk rond. Ik hoop dat het resoneert. Dankjewel voor het kijken. Als het resoneert mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Heel veel liefde en licht. Namaste.